Het hebben van een stuk grond is het recht van elke burger. De regering doet er daarom alles aan om invulling te geven aan dat recht. Onlangs is aan ongeveer 200 bewoners van het district Kommewijnen hun grondbeschikking uitgereikt. Op de mensen wordt er een dringend beroep gedaan om de juiste stappen binnen de gegeven termijn af te handelen. De regeringscoördinator, tevens vertegenwoordiger van de president, vandaag hier in ons midden, minister Suharto Mustaja, hartelijk welkom heten. De minister van het ministerie van ROGB, minister Likram Surjan, onze districtscommissaris Ajay Kumar Kali, de directeur van ROGB. We hebben natuurlijk ook in ons midden de twee DNA-leden van het district Kommewijnen namens de NDP ook hier. Dat is de heer Rajiv Ramsahai en mevrouw Jenny Warschoudi Krommo. Overige genodigden, ik zie ook mevrouw Ansadi. Geachte aanwezigen, hartelijk welkom. We hebben vandaag een programma hier opgesteld. En natuurlijk is het niet mijn taak om hier lang te staan praten. Omdat u vandaag zo lang hebt gewacht. Dus wil ik het programma natuurlijk ook heel snel afwerken. We hebben in ons midden vandaag ons districtscommissaris, onze burgervader, die u natuurlijk ook welkom zal heten door middel van een welkomstwoord, oftewel een kort toespraak. Mag ik naar voren roepen, burgervader Ajay Kumar Kali. Vandaag zullen wederom ongeveer 200-tal bescheiden worden uitgereikt aan u hier aanwezigen, waarop u misschien ook jaren heeft gewacht. Ik zeg jarenlang, omdat het uitgeven of toewijzen van percelen niet een gemakkelijke taak is. Er gaan zoveel processen vooraf. De minister van ROGB, de heer Surjan Likram, heeft samen met zijn staf en personeel heel veel werk verzet om u vandaag een rechtszekerheid te bieden. Dames en heren, die vandaag een perceelbeschikking in ontvangst zullen nemen, vraag ik om aan alle voorwaarden zoals gesteld in de beschikking tijdig binnengestelde termijn te voldoen. Tijdig binnen de gestelde termijn te voldoen. Vertrouwt u de zaak niet aan derden. Vertrouwt de zaak niet aan derden. Ervan uitgaande dat die persoon de zaken voor u in orde zal maken. In de praktijk komt u over tot verrassingen. Of u staat voor verrassingen. Het proces van onderzoek en het opmaken van perceelbescheiden neemt heel veel tijd in beslag. En er zijn vooraf diverse actoren en instanties bij betrokken. Wanneer u niet aan de voorwaarden zult voldoen, zal dit betekenen dat u weer vanaf het begin af opnieuw dus een aanvraag bij het ministerie van ROGB zal moeten indienen, waarvan de behandeling heel veel tijd, zelfs jaren in beslag kan nemen. Dames en heren, degenen die nog wachtende zijn op hun perceelpapieren en vandaag daarvoor niet in aanmerking komen, vraag ik wat geduld te betrachten. Het beleid en het streven van de regering Bouterse Adhien is erop gericht om zoveel als mogelijk ook uw zaken in orde te maken. Het is na een gedegen onderzoek en een aantal processen worden perceelbeschikking in orde gemaakt. Dit ter voorkoming van een aantal zaken. Ik noem enkele voorbeelden. Dubbele uitgifte, occupaties op gronden van derden, niet de juiste ligging van het aangevraagd perceelland op de figuratieve kaart, geen ruimte voor erfdienstbaarheid, geen toegang tot het perceel, gaat u maar door. Het is ons taak om gezamenlijk ernaar te werken dat zaken goed worden voorbereid en afgerond, zodat aan de burgers, met name van het district Kommewijnen, een rechtszekerheid en een waardig bestaan kan worden geboden. Heer minister van ROGB, van binnen, arbeid, minister Mustaja, natuurlijk en uw staf, de DC, alle hoogwaardigheidsbekleders, u allen die in de zaal en de genodigden. Goedemiddag,
Ram ram namaste. Assalamu alaikum. Today, ano aday for her speech. Futaki, misabi u alamala angry for tak a minister ng ang staff kar unu tek a papira sabe wahtin en tapo. Matoch miwangi amboskopu dizi. Geduld is een zure plant, maar draagt zoete vruchten. Dat bakratongo etaki. Ik zal u zeggen, vanaf atori etaki, tak grong papira e prati ti de minister. U wilt niet weten, van huistelefoon tot je mobiel is gloeiend rood. Van kom naam voor. Het enige wat ik zeg, als u niet wordt uitgenodigd door die officiële autoriteiten, in dit geval in het district, via de DC of vanuit het ROGB, dat u nog door het. En leg van mijn takkie, geduld wordt een keer beloond. Omdat Bradangasa, kom met takanga unu. En no was maar naf takkie tak met tak politiek. En als ze dat willen zeggen, mogen ze ook. Want politiek is voor mij niks anders. Is een wetmatigheid, leg van je op de avond, de dag, de regen en de zon. Politiek is niks anders om het land in te richten naar welvaart en welzijn voor elke burger. En dan miwantaki, a president sawe abi. Ja, regering Bouterse adin. A president disi sawe abi. Ama egro tussen alla sranamang van verschillende etniciteit. En ik denk niet dat we ooit een leider hebben gehad die dit wel heeft meegemaakt. Vandaar dat amang ik begrijp aan notu voor u allemaal. Rest mij nog te zeggen. Lek van mijn takkie. Ze kunnen zeggen dat we politiek bedrijven. Ze mogen het zeggen. Feit is dat je belang en behartig. En dat zo? Oké. En volgens mij tapu. Michara Sankafesi, de DC heeft het al heel keurig gezegd, rustig wachten. Deze regering, onder leiding van Bouterse, heeft bewezen, minister en uw staf, bedankt. Ook voorgaande collega's van u en uw staf, bedankt. Wanneer we praten over ontwikkeling, wanneer we praten over het ontwikkelen van een land, moet de regering ervoor zorgen dat de inwoners van dat land ook meeliften. En door de basisvoorwaarden te scheppen, kan dat alleen. Vandaag krijgt u een beschikking, een toewijzing of een bereidsverklaring in ontvangst. U gaat aan de voorwaarden moeten voldoen. U gaat uw betalingen moeten verrichten. Trauma moest ik landmeter en noem maar op. Maar alleen zo, wanneer de mensen hun zekerheid hebben, kan je een land sneller ontwikkelen. Want het heeft geen zin dat we goede wegen hebben. Er worden mooie bruggen gebouwd. Wegen worden geasfalteerd. Er komt een highway en noem maar op. Maar dat is magron papira, noma city. Dus ik wil u allen hier vragen om de regering een applaus te geven. Dat de regering u ook laat meeliften met die ontwikkeling. Zodat u en uw gezin het beter heeft. Daarom wil ik u als Surinamers, als Komoweners vragen. Om niet te vergeten wat de regering doet. We weten ook, er was een tijd, bij bijna 5 jaar lang aan grondpapieren bij praten. Verkiezingen of niets, de mannen hebben niets te maken. Toch? Omdat men dan niet bezig was met uw belang. Men was toen bezig met hun eigen belang. En men mag over ontwikkeling komen praten nu. Natuurlijk, dadelijk verkiezingen. Een aantal politieke partijen ontdekt een woord ontwikkeling. En daar maak ik gebruik van op dit podium.
Maar de mensen, de bewoners van Suriname, de Surinamers, hun zekerheid geven in handen. Dat is pas echte ontwikkeling. Op 25 mei, ik praat niet over 2020, maar 2015, heeft het volk van Suriname gesproken. En de opdracht gegeven dat van de zoveel dingen die gedaan moeten worden in het land, Agropapira moest City ook toe. Dat is de opdracht geweest. Dat begreep ik niet meer. Dat als je overgaat tot het uitreiken van grondpapieren, dat een politieke stunt wordt. Het is een politieke opdracht die het volk van Suriname op 25 mei 2015 heeft gegeven aan de regering. Met de president aan het hoofd en alle andere ministers, directeuren, onderdirecteuren. Wij hebben de opdracht van u gehad. En we voeren dat uit. Een ander ding is, als het goed gaat en u uw grondbeschikkingen krijgt, wordt de minister opgehemeld. Maar ik ga u zeggen, het harde werk wordt gedaan door de directie en staf. Maar als het slecht gaat, moet de minister ook die vongvong opvangen. Dus het brengt het een beetje in balans. Maar ik denk dat de directie en staf van RGB wel een applaus verdient. Ik heb begrepen dat een aantal van u het domeinkantoor van buiten en van binnen uit het hoofd kent. Waar wordt geregistreerd, waar het toilet is, waar de OD zit, noem maar op. U heeft zich vaker moeten begeven daar. En het is uiteindelijk zover. Ik wil oproepen, en dat is ook aangegeven door een van de sprekers eerder, dat natuurlijk 200 grondbeschikkingen lost de achterstand niet op. Het probleem van die achterstand. Er wordt ingezet om de procedure, de werkwijze op het ministerie zo transparant mogelijk te maken. Er is veel kritiek op het ministerie. En ik zeg elke keer als de kritiek terecht is, blijft u kritiek leveren. Dan zijn wij ook scherp en u helpt ons om prestatie te leveren. Als de kritiek onterecht is, dan ga ik u oproepen om nog een keer na te denken over wat u zegt. Maar terechte kritiek opbouwend is welkom. U mag het dagelijks doen, elke keer, 3 keren per dag. En ik roep u op om die kritiek te leveren, opbouwend kritiek. Mijn felicitaties. De opdracht in 2015 was een politieke om voor ontwikkeling te zorgen. Zorg die ervoor. Zorg u ervoor dat u in 2020, 25 mei, die opdracht herhaalt. Dank u wel. Geachte dames en heren, van harte goedemiddag. De president had vanmiddag in uw midden willen zijn om de gevoelens van blijdschap, van dankbaarheid, zeker op deze middag, te mogen ervaren als staatshoofd. U vergeven hem. Zijn drukke werkzaamheden kon hij helaas vanmiddag niet onderbreken om u op deze zeer belangrijke dag aanwezig te zijn. En heeft mij gevraagd om tot u kort het woord te richten. De regering Bouterse heeft in 2015 van u, ook van u, het mandaat gekregen om de dingen te doen, ongeacht welke term u ontwikkelt voor die opdracht, de dingen te doen die betrekking hebben op de kwaliteit van uw bestaan.
En daarvan is één basisvoorwaarde ook u te helpen aan het verkrijgen van een stuk perceel dat voor iedere staatsburger van Suriname toegankelijk moet zijn. Tide, Udeja, Funanku, voor levera bewijs dat Sang Nobeka regel ete. In de vorige regeerperiode dat Tide we go moro farang avroko voor zorgu dat u kies u groen papieren voor du. Ik zei, ben geef aan bij de aanvraag, zij want doen naar grong. En u hoort schrift aan de voorwaarden van grong. De president heeft ook gevraagd om u daarbij te feliciteren. En u alle geluk te wensen met het gebruiken van datgene wat u vanmiddag via een document uitgereikt kreeg. En wens u daarbij alle succes. Bovendien, zij die een perceel hebben aangevraagd. En voornemens zijn om een huis neer te zetten. Nu is in de Nationale Assemblée de discussie die gaat over het hebben van een bouwfonds. En een fonds om u de gelegenheid te stellen als u daartoe niet genoeg middelen hebt. Om inderdaad uw doel te realiseren. Want van grond alleen zonder ondersteuning, anderszins, Anetja moest je gewoon naar Parijs. Anusari. Met andere woorden, we denken bradiga da people. Maar natuurlijk alles aan de regelen. En ik van het eerder, mevrouw Sadi had ook al dat gezegd. Volgens mij als je naar Nieuw-Amsterdam gaat, dan kan je lezen na het zuur, het zoet. Toch deze na het zuur, het zoet. Dus ik neem aan dat vandaag een deel van het zoet u uitgereikt kreeg. En nogmaals, we wensen u daarmee alle succes toe. En dat u inderdaad bereikt wat u wilt bereiken. En wij van de regering, wij gaan u niet voorhouden. U moet op ons uw stem uitbrengen. Wij gaan u zeggen, wij zijn al in de lijnen van het land. Wij moeten die dingen oplossen, die wij moeten oplossen. En ik denk dat ik u niet hoef te vragen om dat voor te zetten. Want u gaat kijken, wie het goed gedaan heeft, nu gaat u zeker belonen wanneer wij straks uw stem nodig hebben. Zonder dat ik daarmee gezegd heb dat ik vandaag solliciteer naar uw stem. Ik heb alleen maar gezegd, zo is het werkelijk in het leven. En straks hoop ik u te feliciteren met uw grondbescheiden. Dank u wel. Hoe lang heeft u gewacht op dit moment? Ik heb 15 jaar gewacht en vandaag is mijn toewijzing beschikking eruit. Nou, ik ga u eerlijk zeggen, ik ben heel blij. Heel blij, ja. Er zullen nog een paar mensen zijn die nog op dit moment wachten. Wat wilt u aan hun zeggen? Nou, wacht u heel rustig. Het komt wel goed. Het komt wel goed. Ik heb 16 jaar lang gewacht. We hebben bijna alle kantoren van ROGB plat gelopen. We hadden bijna geen hoop meer, maar het is gelukt. Wat gaat u nu ermee doen? We hebben al erop gebouwd. We hebben erop gebouwd. Morgen gaan we direct naar de landmeter toe en we gaan alle papieren in orde maken. Ja, ik ben heel erg blij. We hebben heel lang erop gewacht. Zeker ja, 21 jaar lang. Ja, liever te laat dan nooit. Ik ben zelfs al eigenlijk begonnen met de bouw. Dus ik ben heel erg blij dat ik dit nu in mijn handen heb. Ja. Wel, ik heb bijna 6 jaar gewacht op mijn grondpapieren. Wat ik ermee ga doen, ik heb 10 kinderen. De 11e is op komst. Dus ik ga het overlaten voor mijn kinderen. Ja. Hoe ervaart u dit moment? Wel, ik ben heel blij ermee dat ik het in handen heb gekregen vandaag.